Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Ik denk dat hij bij B20 zit. Gerald, wij kennen jou als Doxa Production. Je hebt heel veel pokoe op de kaart hier gezet in Europa. Jouw muziek is nog altijd, niet jij, wat Inesini, maar die muziek die jij uitgebracht hebt. Die genieten we nog van en we draaien ze nog steeds op de radio. Dank daarvoor. Maar in de tussentijd neem je aan de pet op. Ja, nou, andere pet op als je in Suriname bent. En je bent geremigreerd naar je land, dan wil je natuurlijk het beste zien van je land. Ja toch? Dan wil je nog in de nadagen van jou je krachten geven. En dan probeer je dat op een wijze te doen. Met alle kennis die je hebt vergaard, alle jaren die je in het Westen hebt gewoond. Probeer je het op de beste en de juiste manier te doen. Middelbare inleiding. Dus je hebt jaren in Rotterdam, Amsterdam gewoond. Daar emigreert ga ze dan? Woon je terug bij de Suriname? Gaat het zo goed in Suriname? Ja, Milo, een takbidje, maar in Europa had je het heel goed. Ik heb het nergens nooit slecht gehad. Ik heb gewoond in Suriname, toen op Curaçao een tijdje. Toen in Nederland bijna 30 jaar. Ik heb het nooit ergens slecht gehad. Omdat ik altijd hard heb gewerkt. Hard werken en een beetje je cabeza gebruiken. Daar kan je altijd rondkomen. Maar uiteindelijk gaat het om de twee handen die God je gegeven heeft. Daarmee moet je het doen. En natuurlijk het verstand. Snap je? Daarmee moet je het doen. Dan kan je altijd vooruit komen. Niet wachten op de overheid of op overheden om jou eigenlijk wat sommigen doen om een toereikende hand te geven. Nee, zelf initiatief nemen. En trouwens, je weet dat ik ben altijd ondernemer geweest vanaf mijn 17e. Dus ik doe niet verder. Je bent terug in Suriname. Nee, maar in feite, je bent geremigreerd en je woont nu in Suriname, as you speak. Je bent een Paramaribo, ik zit in Rotterdam, de Oost-studio, Bergse Singel. Ja. Dat is het naam? Waar van Suriname ben je nu? Ik ben toevallig, nu zet ik de auto op Blauwgrond. Mooi zo, want naar live radio, ja, dus de mensen die ik ga zeggen, is op safe staan. Zo doen we het hier op Radio Stoomvaste. Als je het gemist hebt, wat ik niet denk en hoop, want 80.000 zitten nu te luisteren. Is het op zo'n YouTube-kanaal, Stoomvaste, dan kan je terugluisteren. Alle interviews die wij vanmiddag doen op de radio en nu ook met Gerald Doxa Rijmen. Boy Doxa, temetak Doxa, jij onda regen de Rosé, die la voor mij denk Doxa Masalake. Hoe kom je aan die naam Doxa? Voor zo'n goeie naar die... Amare, nooit aan mijn kadoxie. Nee, Doxa na favoriet. Jamma, Doxa, roti. Mio, tak zo. Mama, ze heeft klaar. Mama, hoe kom jij die naam Doxa? Ik ben aan Doxa Production, want zo stond jij bekend hier. Zo sta je bekend hier als muziekuitgever. Ja, het komt een beetje van het Grieks woord Doxa. Dat betekent verheerlijking van Gods naam. Eigenlijk is alles zo begonnen. Snap je? Okay, vanuit het christendom. Ja. Daarom heb ik mijn eerste CD die ik ooit heb uitgebracht, was een CD van Glenn Ammen. Loof de Heer, want God is goed. Dat is jouw eerste productie, Glenn Ammen. Dat is mijn eerste productie, Glenn Ammen. Ik ken je juist van. Allereerste productie. Ik ken je juist van die man die 1 en 1 is 3 op de kaart gezet heeft. Ja, maar dat was later gekomen. Dat was in de jaren 2007, 8. Okay. Snap je? Ja. Als we praten over de 90 jaren, dan heb ik de eerste CD uitgebracht. Dat was dan van Glenn Ammen. Loof de Heer. Mooi zo. En toen hebben we het Doxa label. Ja. Toen werd het geschreven, we het nog met X. Ja, Doxa toch? Ja, Doxa. Maar toen was het nog niet officieel. Dus het moment dat ik naar de Kamer van Koophandel stapte in Rotterdam om een inschrijving te doen, toen merkte ik dat de naam eigenlijk al wereldwijd was ingeschreven bij iemand anders, Doxa. Dus ik kreeg dan een mooie naam van de desbetreffende.
Ja. Die gaat snel dus weg. Ik kreeg een tip van de desbetreffende persoon aan de balie. Die zei me van, luister nou, wat je moet doen. Schrijf het met KS. De uitspraak blijft hetzelfde. Alleen schrijf het anders. En doxa betekent? Begrijp je? Doxa betekent prijs God. Verheerlijking van Gods naam. Verheerlijking van Gods naam. En jij blijft dat doen? Ja. Ik blijf dat doen. Want jij heet Gerald Rijmen. En dan maak ik een politieke link, hè, als jij mij toestaat, naar Steven Rijmen. Dat is ja. De voorzitter van 20. Dat is jouw broer. Dat klopt. Dat is mijn jongere broer. Mm-hmm. Dat is mijn jongere broer. En hij is de voorzitter van A20. En ik ben er geremigreerd sinds 8 jaar. En ik steun hem waar ik hem kan steunen als het gaat om de partij. Gerald, ik, sorry, maar ik weet niet of jij kan stoppen. Maar ik ben bezig met een goed interview, maar ik ben niet helemaal tevreden over het geluid. En Yuna, producer, dus Yusuf Sana geluid. Huh? Want het gaat diep nu, want het komt van Doxa Music Production, zoals mensen jou kennen van muziekuitgever in Europa. Is het geluid 40, beter nu? Perfect, nu. 40 jaar in Europa gewoond en terug naar Suriname gaan. In moeilijke tijd van Suriname en ik wil weten wat die drijfveer is. Zijn een drijfveer? Wat brengt iemand naar economisch moeilijk Suriname terug? Lukuno, moet in Chassan zo. Te u loopt een vrouw, te u verliefd op een vrouw. En dan trouw je, de matak lobby passie, novara. Ja toch, wie is het hier in Rotterdam, mevrouw, het aan Maastricht, je rea passie go. Ja toch, en dat is hetzelfde met Suriname. Ik heb altijd van mijn land gehouden. Mitak op een gegeven moment. Mitak. Het is mooi geweest hier in Nederland. De helft van mijn jaren heb ik hier gegeven. Snap je? En ik wil de rest van de jaren die God me nog gaat geven, liever in Suriname doorbrengen. Het maakt niet uit hoe het zal zijn. Maar ik wil ze daar doorbrengen. Dus vandaar dat ik de stap heb genomen. En het was een goed doordacht stap. En vanaf tot de dag van vandaag heb ik er geen spijt van. Mooi zo. Daarna persoonlijk deel, die gaan we even later nu. Ik heb 2 items die ik met jou wil bespreken. Want jij bent ook iemand van peiling. Vanaf Europa, je volgt peiling, politiek, Europa. En nu zit je in Suriname. Er is een peiling daar verschenen net. Ik wil daarover hebben. En kabinet. Wat voor kabinet moeten we krijgen? Wat voor politiek constellatie van moet 1 partij, 2 partijen? Hoe zie je het? Eerst naar die peiling. Er is een peiling verschenen en Yuna A20, partij van Steven Rijmen. Maar je kwam niet voor in die peiling, niet eens met een halve zetel, man. Ja, ik heb de peiling ook gezien. Het is een peiling van 600 personen. En natuurlijk, als je peiling houdt onder 600 personen en als je kijkt naar de grafieken die zijn opgebouwd, dan hebben ze de grote partijen. Natuurlijk, die steken altijd bovenop. NDP, VAP, NPS enzovoort. En web. Dan, daarna, dan zet degene die de peiling heeft gehouden, zet hij daar overige. Dus dan noemt hij geen namen meer van partijen. Ja, wat wil je dan? Ja toch, dus hij is alleen maar bezig met de tussenhaakjes grote partijen. Niet met wat er daarachter volgt. Maar er zijn andere peilingen hier geweest. Ondertussen ook. Er zijn peilingen geweest van de heer Amarali had een peiling. Lim FM had een peiling. Ik dacht dat meneer Van Rapaar ook een peiling had. En in die peilingen, dan had je wel dat alle partijen die aan de vorige verkiezingen hebben meegedaan, dat hun wel in de peiling voorkwamen. Heel duidelijk. En dat is het verschil met de peiling van deze meneer die het gedaan heeft volgens mij bij ADEC. Dus deze peiling vind je niks? Je vindt het helemaal niet representatief? Ik zeg niet dat ik het niks vind. Ik zeg niet dat ik het niks vind. Mm-hmm. Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Want ik ga alles wat wat iemand doet is altijd goed. Want je zet er is een bepaalde gedachte achter. Maar ik zeg alleen van, hij heeft zich gefocust op de 4 grote partijen en niet op de rest. Dat was zijn focus.
Maar jij denkt, dat is oneerlijk naar A20, want wij zijn goed voor zetels. Aantal mag je zelf noemen. Oneerlijk is het niet. Oneerlijk is het niet. Het is de manier hoe hij, ik weet niet hoe hij de peiling gehouden heeft. Wat ik wel gelezen heb, wat ik zag het voorbij komen, dat het om 600 mensen ging. Andere peilingen zijn er waar 3000 mensen hebben meegedaan, 3500, 4000. Hey, Gerald, idee naar politiek bannen? Wat af was feitelijk, jongen. Zo politiek correct, je wil die man niet aan. Mijn hart had niet een peil in de klop. Dat praat het vlotter, man. We zijn hier op radio en het is prime time. Files in de omgeving Rotterdam. Moet ik even dwars door bekend maken. Files in de omgeving Rotterdam, A20. File A15. Breda, Frans, next Sawama en Edu. Ja? Mie kan keuren af. Je kan keuren ons aan Sawama en Edu. Nee, maar ik denk van zo politiek correct, jongen. Ik denk, ik wil standpunten horen. Harde lijnen, duidelijkheid. Trump, ja, maar ik ben Bush. Ik ben heel duidelijk. Mie no man keuren aan mijn peiling af. Aan mijn denkie. Ja. Tak aboom. Mie no man keuren af. Ten mi bo doen. Ja, zo het anders. Let me van mi be doen wat lees ik. Dat zou wat anders zijn. Snap je? Let bijvoorbeeld, mi si wat man doen. Ten mi si, amai mek dens ma met naam en toenam zie je iedereen wie gestemd heeft. Heb ik ook toevallig mi bella ma mi keuren af, mi tak luister. Als je peilingen doet, moet dat geheim. Het moet geheim zijn. In afstap suma stemt op suma. Snap je? Mm-hmm. Waardoor je gaat krijgen dat je niet het grote publiek gaat krijgen die gaat stemmen op zo'n peiling. Want dan moet je zeggen, ik denk dat we geheime verkiezingen hebben. Okay. Dus als je peiling doet, dan moet je het ook geheim houden. Dat is professioneel. Ja, maar aan de kant denk ik van, jongen, nou gewoon, politiek en wij verschillen van mening van politiek. Dus maak helemaal geen reet. Weet voor mij, iets op zo maar je stem naar zo'n stem. Buiten dat zijn wij normaal, of brada of buren. Mietan, 30 jaar in Holland. Ja. Misap tak de Maurits de Hout te horen peiling. Ino sap zo stem. Gisang, gisuma. Yeah, mama. Dus nu aan horen. Dus nu aan tak te wama edwin janasser na toe. Amam doen professioneel. Amam doen professioneel. Ja. Is dat toch? Omdat nu aan zit ik me kondre dat op een bepaalde niveau te amai doen sani. Te we doen sani. Is dat toch? Te we doen sani in doen tap niveau. Dat nam je standpunt. Oké. Okay. Is dat niet ook? Standpunt duidelijk, ja. Wat er op een samen aan tak, jongen? Ja, dat je bent bij Europa, dus jij gaat sowieso in haar tank voor A20. En Steven Rijmer, de voorzitter van A20, die roept van jongens, om Gonawa nationaal technisch kabinet nu. Zijn dat die? Johan Broeke even, volgens mij gaat Steven Takkie later in een andere interview. Kom niet aan gaan die zien. Ja, want mensen die van ook goed rappen in. Maar zijn er A20 technisch kabinet. Kom je leg je uit direct. Ik alles maar begrijpen, Sani. A20, heb ik got op een website. Dat ik ga naar www.alternatief2020.com. Vanaf A20 Oppo 2019. Kom je ten aan nu. Praten wij over een technisch kabinet. Ik denk dat men het toen nog niet had begrepen waar we over spraken. Maar men ziet dat de laatste tijden, de meervallige het politiek veld, dat men ziet dat allemaal in de kassa over de mekaren zakenkabinet. Maar eigenlijk is het hetzelfde. Snap je? Omdat je wil, eigenlijk hetzelfde wil je hebben. Als je de mensen niet hebt om de verschillende posten te bemensen, dan moet je ze buitenshuis zoeken. Zo simpel is dat. Of aan mij naar Europa, of aan mij naar Yankee, of aan mij in NDP of NPS of ABOP. Ja, we gaan zoeken de man. Zo facet want dat ik heb de juiste mensen op de juiste plek. Snap je? Mensen die voldoen aan de competenties die we nodig hebben om dit land naar grote hoogtes te brengen. No one trafasiara.
Want nou een politiek partij. Wie is vast tussen haakjes aan mijn biggie. Aan mijn katei met haak aan mijn kafoer. Alle depots. Depots. Naar een man zijn die echt gekwalificeerd. Tap depots. Je potman. Maar boven voor de man. O de man sa eigenlijk. Ipotama omdat hij naar in een trafassie. Ja toch? En dat wil je niet hebben. Dat wil je niet hebben. Dat hebben we gedaan in het verleden. Maar dat willen we niet meer hebben. We willen gewoon de juiste persoon op de juiste plek. Met de competenties. Maar ik met denk, de competenties. Gerard, ik denk is toch verleidelijk als jij 20 de grootste wordt. Dan ga je toch in jouw eigen kringen mensen zoeken. Mensen die jou aanbidden. Ja, maar dat vind ik abi. Inoma ab alamala. Alle bestaan. Snapting. Hoeveel academici hebben we hier zo? In dit land. Inoma abding. You want om abding. If you is una A20 of una MPS of Sang. Je kan wel verkondigen dat je hebt. Maar misaptak pimpeltje bij Pacheco. Una ab alamala. Nou zo je op het bepaalde mensen dat post aan je voldoen. Maar je poot demand omdat demand een loyal is. Je moet gewoon buiten de juiste mensen gaan zoeken. Die wel voldoen. Wel de competenties hebben. Bekwaam zijn. Snap je? Dat ik poot demand. En natuurlijk. De poot man. Tegenwoordig. Bijna heb je een contract aan mijn takbara. Maar pooti. Maar als je het niet goed doet. Ben je buiten. Snap je? Want toen was man ja, Amitaki, kooi draag ik onderweg van bepaalde mannen in de laatste jaren. Maar Gerald, is dat nou logisch toch? Vies doen dat een poosie niet presteer. Wat wil je? Nee, nou, potama door ons hier wang. Er moeten andere consequenties ook verbonden zijn. Want die is hier potama strati. Ama gua strati da, maar ilafu. Want dat man zegt dat je opa ja, mama heel bilanga. Nou, dat consequenties moet de. Is je abitok. Tama gua strata mam saptang na fama kona sama igwe baka mam goluko ngai mutu eron job gaan zoeken ergens weer opnieuw beginnen. Maar nou ja, zo in een kondre nu de man wa man hij voldoet niet de man potama strati en dan voor zijn hele leven lang zit die man goed. Ja, zo wil ik het ook ja. Maar zo werkt het niet. Zo werkt het niet. No de in zijn naam. Als mijn papa, minus op het moment dat soort man dat is over papa is in Akondre. Zou Akondre een papa de man maandelijks. Ik denk dat we onderzoek moeten gaan stellen wat dat betreft. Hoeveel mensen worden betaald in dit land die eigenlijk een ministerschap of wat dan ook niet hebben uitgezeten. Dat als je om een money Akondre is zijn laatste idee op. Te moontapu. Jaarlijks. Gewoon uit weggegeven geld. In Nederland weet je, drap en wat geld. En dat heeft na 2 jaar of na 3 jaar, maar dat moet je gaan kijken. 2 jaar. Maar, dat bedoel ik, dan moet je gaan kijken waar je vandaan kwam. Een maar hier zo is je hele leven. 1 jaar om het te verwerken en 1 jaar om op actief te gaan naar een nieuwe baan. Dat bedoel ik, Suriname heeft geen geld. Daar is een soort goeie man, een hele bilanga. Kotaka maka in zee, hij is jong toch. 25 jaar aan mijn kooit naar politica, maar minister. Dat man of al doet. Dat man, leg hem aan de weg. Aan mijn dat betekent 25 jaar aan mijn arbeid. Look om mijn kracht die aan mijn kandidaat kondigt. Broeder, de zorg aan man. No, vanaf mijn 25ste kom ik de 60ste. Hey, maar dat zijn dat nou, Gerald, na standpunten voor A20, no? Tuurlijk. Tuurlijk, dat willen we niet. Dat willen we sowieso niet. Ah, zorg om aan jullie belangen. Kom maar, man. Man, als je moest Legoland, ja, 25 jaar, ik kon naar politiek. Imsap zei, ik kon naar politiek. Je komt in de politiek omdat je bijdrage wil leveren aan Suriname, aan het land. Je wil je krachten geven. Je snap het ook? Maar in Congo denk je dat ik schopperot zei, want je snapt dat, is de Mayagimi, Miseti. Wat is dat? Dat mentaliteit, dat is abi. Heel goed af was van de man. Hij bracht heel de jagen niet, toch niet zet hij heel lang aan mijn boomba. Je ziet toch? Ja. Dat moet wel. Maar moet goede wetten gaan maken. Broeder, wacht tijd.
Of na 3 jaar in een maandje wachten, of 4 jaar in een oor, in een aandwele kolan 2 jaar. Nee, wat een 3 jaar of 4 jaar. Maar de man ze verklaren 2 jaar, dat de man dat wanneer jaar voor verwerking, en na 3 jaar daarvoor actief op zoek gaan naar nieuwe bestemming, nieuwe baan, nieuwe leven. Maar dat met aki dat koot aki, ja, zo we G3, is dat ook, we G3, anderhalf jaar je verwerking, anderhalf jaar ga je actief. Is dat ook? Mami no, die heel belang begi jongen. Is dat ook? Dat is een mooi punt, jongen. Maar Adina programma voor nu, want weet je, het is nu mooi, hè? 100%. Oké, dat 100%. 100%. Attratori, het feit dat technisch kabinet van FA20 Winnie, moet ik hem corrigeren, hè? Dat maakt voor ons niets uit. Wij werken met mensen die capabel zijn. Wij kijken naar alle partijen en door alle partijen zoeken wij deskundigen voor Dreisena. Door de samenleving. Dwars door de samenleving. Hebben we gezegd vanaf dag 1 dat de partij bestaat. Hebben we gezegd, Suriname heeft een technisch kabinet nodig. Dat wil zeggen, we kunnen het niet alleen. Geen enkele partij kan het alleen in dit land. Je moet de mensen gaan zoeken als je ze niet thuis hebt. Heb je een gezin? Is dat niet ook? In een gezin. Kan je wama na temreman. Maar ja, we gaan zoeken met remman door ons even maar klaar als rokoji. Ja toch? Dan moet je het buiten huis gaan zoeken. Ik heb een aantal dingen voor partijen, man. Want die noemen Lucas aan. Want dat is een probleem. Ik heb het ook. We gaan lukken. No, Amanda af NDP. Mino kan ja, man. Job. Amanda af IAP. Mino kan ja, man. Job. Amanda af ABOP. We moeten ophouden met dit ding. Maar er is één groot probleem. Want kijk, theorie. Want eenmaal op het onderwerp. Theorie is misschien makkelijk gezegd. Theoretisch. Dat je het wil doen, maar in de praktijk is het heel erg moeilijk. Is het heel erg moeilijk. Wat dan? Het probleem waarmee wij zitten op het ogenblik, want iedereen is bang om het te benoemen, is, we zitten met mensen in posities, partijloyalisten kan je dat soms noemen, de man die een bepaalde positie, te u komt. Dat was een ministerie, like minister, nieuw minister, met alle goede bedoelingen. Eide mij dwars boom je alafasie. Ja, sorry. Sharon, ik ben een beetje te horen. Mijn collega minister naar mijn takenpakket van ik kwam dit uitvoeren. Of je doet mee of je gaat eruit. Hé, me begi. Er zijn mensen genoeg die je kan aanspreken. Die ministers zijn geweest. Je hebt gelijk, dat is toch 2020. Voor mij part, dat is toch 2020. Maar dat moet ik niet draaien. Amstel. We gaan 2025. Ik dacht dat niet meer toelaten voor AI. Ik ga een boos dwarsboom. Nee, daarom wat er moet gebeuren. Er moet een maatschappelijke discussie komen hierover. Als men zo graag dat van het technisch kabinet wil implementeren. Snap je? Want ik hoorde 2 dagen geleden hoorde ik meneer Romahadja erover praten. Ik heb mevrouw Jenny Siemens erover horen praten ook. En volgens mij, meneer Rusland, heb ik ook hierover praten. Maar ik weet, zo makkelijk gaat dat niet. Je moet het maatschappelijk gaan discussiëren en kijken hoe je het gaat implementeren. De mensen die op de verschillende ministeries werken. Want look, als aan het topje van naar Grong, is dat ook. Grong moest werken mee. Dus massa eurokot op deze manier. De partijloyalisten van je kading. De man had een pot voet die. Ja, maar. Want als dat niet normaal briberen, Gerald, want if we do business, if we do business, we die platen maatschappen, iedereen dienst me of meer ook die doxa production, dan dat is iets anders. Maar if we go die naar nationaal belang, dat je daarvan met destabiliseren omdat Amand is aboeplannen die ser naar mamino loba man, dus mo fuck am op dan ik klop morgen toch in 2025, Gerald. Arkino, Frans. Arkino, Frans.
Et puis, ben, tu as touché mon téléphone. Daar ben ik dus mijn appel in. Daar heb ik dus mijn tapapistorie. Daar ben ik dus mijn soemen. Daar ben ik dus mijn soemen. Tapapunt, Sammy Abenounoude. Met de mensen op de werkvloer. Die dwars gaan liggen. Al ben je bezig. Met iets goed implementeren in het land. Ik lees even iets voor. Luister nou, Irene uit Maastricht. Die reageert nu gelijk met de app. Die zegt van... Die meneer Doxa heeft gelijk. Dit is de realiteit. Maar er moet toch een mindset komen naar 25? Dat is toch niet... Maar er moet een mindset komen. Er moet een maatschappelijke discussie hierover komen. En dat komt vanuit de top. Vanuit de politieke partijen. De grote, de oude politieke partijen die er al reeds bestaan. Zij moeten gaan inzien en de mensen, hun partijloyalisten, moeten ze gaan aanspreken op dit vlak van luister... Hoe ben je zo, maar hoe gaan we zo morgen? Hoe gaan we verheffen konden echt nu? We willen Suriname echt gaan verheffen naar een hoger niveau. Isabito, even wat man kan gaan zijn niet. En man doen een boem zijn, ja konden. Steun aan man. Logisch. Nog een liggen dwars. Isabito, maar steun aan man. Maar ja, zo wie zou mij kan mij zoeken, doen een boem zijn niet. Wie zou mij van een boem? Je liggen dwars. Dat is echt samen, maar zij de liggen dwars. No, man, dat is niet hoor, toch. Dus aan mij liggen dwars, mama. Ze hebben ons opzij, aan mij liggen dwars. Hij moet dwars liggen. Ja, en Gerald Judas, en dan vind je dat ze naar mijn actie, jong, van... Gebeurt het nog in december 2024? Het gebeurt nog. Migado. Het gebeurt nog. Mino wat tegen openlijk in de studio... Maar kan de bakkant, ik kan geen want toen dat ik kan belden, man zo, dat ik kan interviewen, man, dat de man zelf kan tegen, zal de man ervaren, tap aan werkvloer. Is dat niet toch? Man zal ik ook doen, dat ik ook die kracht heb. Is dat niet toch? Dat de man, dat wordt gewoon de dwarsligger drapen, omdat de man naar een andere partij toevallig. Is dat niet toch? Dus de man deed ja konderen. Dus een probleem nodig. Het technisch kabinet waarover wij A20 het hebben. Wij zijn ons er degelijk van bewust dat er heel maatschappelijke discussie moet komen hierover. Zodat wij dit soort zaken kunnen elimineren. Dat de partijsrevie zijn nodig met in de mond. Dat Asana, dat je het ook moet doen. Is dat niet ook? You have to put your money where your mouth is. Want je kan wel beleid, want dan ga je voor mij achteraf eigenlijk naar politieke taal. Is dat podiumtaal. Toen door het drapen, dat toch geen aan doen. Nee. Laten we bij elkaar komen en zeggen van luister, laten we het daadwerkelijk een keer doen. Anno 2025, als we straks na de verkiezing. Laten we daadwerkelijk die technisch kabinet of zakenkabinet of hoe het wel is. Dat we samen dit land gaan opbouwen. Is dat niet ook? En dat is allemaal dat van ministerie. Is dat niet ook? Omdat je mij in de coalitie dat hem liggen dwars. Hé, mijn beggie jongen. Is dat niet ook? Bien. Dat me kunnen kaffee zien dat je naar konderen toch? Dat is hier naar konderen ook. Dit kan wat trast aan niet. Dit is live radio. Angela Grootvaam uit Groningen zegt ik moet je vaker bellen. Kijk, het probleem is. Het probleem is. De realiteit. Want je maakt een punt. Dat bedoel ze hoor. Ik bedoel, dus gewoon een luisteraar hier een punt maakt in. Interactief. Ik ben toevallig nu in politiek verwikkeld. En je komt op de werkvloer, je ziet bepaalde dingen. En dat denk je bij jezelf. Ik wil zo graag als Surinamer. Snap je? Ik wil zo graag mijn krachten geven aan dit land. Snap je? Maar hoe gaan wij dit doen als wij dit niet elimineren? Snap je? Wij moeten dit samen gaan doen. Alle partijen. Dwars door het volk. We moeten het volk gaan scholen. Van luister jongens. Anno 2025. Hoe gaan we dit aan dit model? Ik ook nog denk zo morgen. Snap je? Amai doen san, yes, is dat amai doen san san. Obuju alamala. Maar omdat na amai doen, jou liggen dwars. Jou liggen dwars. Omdat amai de ino an meka man score, want de maïsja zal ik jou score. Ja. Sorry maïsje, toch? Jou score. Dat amai no an score.
Laat mij lekker dwars. Dan komt er een visite op. Ik heb jou op frustratie gehoord. Ik laat het hier bij Gerald. Ik wil toch even van hoe ligt de partij A20? Hoeveel zetels? Laatste vraag. Hè? Hoeveel, waar zitten jullie? Hoe gaat het met A20, alternatief 20? 20 was het. In de politiek is het hard werken. Hard werken. Je moet het veld opzoeken. En de mensen mobiliseren. En de mensen je boodschap geven. Snap je? Dat de mensen de boodschap kennen van A20. Waar we naartoe willen. Wat we graag willen voor het land. Snap je? Dan gaan we ervan uit. De komende verkiezingen. Zetels gaan we zeker halen. We willen het maximale aantal zetels. Omdat wij tijdens deze regeerperiode, de komende periode, sowieso aan tafel willen zitten. We willen het niet een menu zijn. We willen aan tafel zitten. Dus we vragen sowieso van de kiezer maximale aantal zetels dat we aan tafel kunnen zitten. Dat denken we in de richting van 6, 7, 8. In die richting denken we. Zodat wij serieus genomen kunnen worden om aan tafel te zitten. Want als je geen stem hebt. Mm-hmm. Als je geen stem hebt. In een Nee, maar daar gaat het om, toch? In op zetels. Maar mijn vraag is bijna een actie van hoe kom je aan die 7, 8 zetels? Omdat ik denk sowieso het volk, het Surinaams volk, heeft het licht gezien. En ze zullen weten van, we moeten een andere weg ingaan. We moeten een andere weg gaan. We moeten sowieso ervoor zorgen dat wij één partij niet zoveel zetels geven dat zij eigenlijk de dienst alleen uitmaken hier in dit land. We moeten dat ding gaan verspreiden tussen de verschillende partijen, dat het volk ze bijna verplicht. Isabi toch, om samen te werken. In verplichte man. Isabi toch, ja, we gaan samen voor vanmiddag een technisch kabinet kan komen. Isabi toch, als een kabinet ook komt. Omdat je de verplicht voor ook samen. Dan een volk moest per statement dat hij. 25. Een volk moest met een statement dat hij. En daarom zeggen wij, een volk moest zorgen dat A20 een maximale tafra voor de ideeën zou hebben. A20, dat ook een challenge ideeën kon tot uiting. De oesdata tafra lang aan de man. Maar nou, dat is revie. Kijk, dit is een wat is dat dan? Is alvast naar hen toe, als ze luisteren, dat de man sabi, zijn nagedachten, want nagedachten, en zijn de problemen, zijn de, isabi toch? Want het kan niet zo zijn dat grote politicus van 40 jaar en langer dat zegt ook, wat A20 nu zegt, van we moeten het samen doen, onze zakenkabinet, maar hij moet ook gaan nadenken van, maar dit zijn de problemen op de weg. Dan moet hij ook zeggen van, laten wij samen aan tafel gaan zitten om te kijken hoe we die problemen gaan kunnen aanpakken om het te laten slagen. Want uiteindelijk, tegen die was aan iemand vastlaag. En de probleem in Waide Makapuru, de Mataki. Mooi zo. We gaan nu blijven volgen op weg naar de verkiezingen. Gerald Rijmen, A20. Politieke partij in Suriname, A20. Alternatief 2020. Dank je, Frans. Dank je wel. En ik denk, je zal heel binnenkort, wij willen sowieso dit ding maatschappelijk gaan brengen. Snap je dat wij met de verschillende actoren hierover gaan zitten en praten? Uh-huh. Om een maatschappelijk draagvlak hierover te hebben. Hoe kan denken aan de toekomst? Hoe begin je de Makapuru? Sang kan succes met z'n allen, want dan ook een politieke partij, met z'n allen, om de pijnpunten te elimineren. Mm-hmm. Maar dat is mijn idee hoor. Ik denk van moet er geen nationale dialoog of discussie komen van de richting van Suriname, komt straks olie, wat voor regering willen, wie willen wij daar hebben, wie moet daar, weet je, om Suriname door alles door te lossen. Maar dat is mijn idee. Ja, misschien kunnen we daar eens een keer over praten. Voor een andere keer. Hebben we? Dankjewel voor je tijd en toelichting, Gerald van A20, Gerald Rijmen. Het is live radio. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.